zo snel gaan met de Jong. Ik bedoel, hij speelde niet bij Willem II. Vorig jaar nog werd alleen maar bijna over Ziyech gesproken, over de transfer van Ziyech. En dat was de grote man. En binnen een jaar is het totaal omgeturnd. Waren wij dan gewoon allemaal blind? Of heeft zich heel snel ontwikkeld? Ik heb hem gezien, met mijn zoon, bij de A van Willem II. Ja. Nou, en dan kon een blinde zien dat hij gewoon geweldig veel kwaliteit had. Maar bij Streppel speelde hij niet. Ja, maar ja, die hebt er ook geen verstand van. Maar je kon gewoon zien dat hij een goede speler is. Dat ziet iedereen toch? Dan kun je toch binnen 1-2 acties die hij maakt, dan zie je toch gewoon dat die kwaliteit. En als hij er dan 3 of 4 verspeelt, dat maakt er niet uit. Maar je ziet gewoon daarvoor dat hij echt zoveel kwaliteiten bezit. Hij speelt precies hetzelfde nog. Ik heb hem ook gezien in de A-jeugd. Ja. En hoe hij toen speelde en nu is gewoon precies hetzelfde. Ik begreep niet dat Feyenoord hem toen niet wilde. Ja. Oh, dus ik weet dat wij toen de tijd in ieder geval was met Vitesse, waren ze ook mee bezig. Ja. Maar toen stond hij al zo in de belangstelling van zoveel clubs dat het gewoon kansloos was. Maar Feyenoord had hem, eigenlijk de hele familie was een Arkel. Die mensen, dat weet ik, maar die waren voor Feyenoord.